Wij zijn Dennis Process Technology. Wij maken, ontwikkelen, produceren machines voor de bulk solids handling. Het kan bijna niet anders of je hebt de afgelopen week ben je in aanraking gekomen met producten die met onze machines gemaakt worden. En dan moet je denken aan melkpoeder of huisdierenvoeding. Al dat soort producten worden met onze machines gemaakt. Dat doen wij met zo'n 250 mensen. Wij engineeren in eigen huis, produceren in eigen huis, maar we monteren en nemen in bedrijf over de hele wereld. Opleiden van mensen zit in ons DNA en dat heeft er ook mee te maken dat wij natuurlijk in een hele specifieke markt actief zijn. Waardoor wij altijd mensen, ongeacht welke opleiding ze hebben gehad, op moeten leiden, zeg maar specifiek in ons vakgebied. En we hebben er ook gewoon heel veel plezier in. Daarnaast hebben we een speciale leerlingenhoek gemaakt 2 tot 3 jaar geleden. Leerlingen kunnen daar in alle rust leren om de machinebank werken. Vroeger deden we het in de groep zelf, maar daar zit productiedruk op. En nu kunnen we ze onder begeleiding van een leerlingenbegeleider, die ze theoretisch helpt, maar ook iemand die ze in de praktijk helpt, rustig het vak leren voor ze doorstromen naar de groep. Het levert meerdere dingen op. Het levert op termijn voor onze vakmensen op, die op een rustige manier hebben kunnen leren zeg maar, wat wij hier maken. Maar het levert ook heel veel rust en plezier op voor de leerlingen om op die manier het vak te kunnen leren. Ja, we hebben nu de nominatie voor de OMA Award. En we zijn natuurlijk vereerd dat we genomineerd zijn. Maar voor ons maakt niet uit welke nominatie, wij blijven hier gewoon mee doorgaan. Wij zijn een technisch georiënteerd bedrijf. Wij willen het elke dag beter doen als de dag ervoor. En dan heb je ook gewoon nodig zeg maar, dat mensen zich blijven ontwikkelen. En daar werken wij graag aan mee.